Ik heb heel lang getwijfeld wat ik eigenlijk zou gaan vertellen over Wright en zijn werk. En ik benader het in ieder geval wat meer vanuit een architectonisch oogpunt. Ik ben uiteindelijk architect. Maar er is natuurlijk ongelooflijk veel te vertellen over het werk. En dat blijkt uit die film. De film maakt denk ik wel heel duidelijk hoe met name in de Verenigde Staten eigenlijk naar hem wordt gekeken. Het is... Een aantal van u heeft wel eens werk bezocht. Nou, dan heeft u gemerkt dat is gewoon een complete heritage-industrie. Het is echt een enorme held. En ik weet niet of dat typisch Amerikaans is, maar ik ken weinig architecten waar eigenlijk altijd het werk zo direct gekoppeld wordt aan het leven. Hij heeft zo'n stormachtig leven gehad. Dat maakt het natuurlijk ook heel interessant en ook wel smeuig. Hè? Daarom zijn er ook heel veel boeken over geschreven. Je kan denk ik over de publicaties over zijn werk echt een complete bibliotheek vullen. En nog steeds verschijnen er heel veel studies over zijn werk. Misschien meer dan enig ander architect, hè, is de essentie van zijn werk, de quintessentie, zit in het woonhuisontwerp. Hij heeft iets van 700 woonhuizen ontworpen en gebouwd. Nog veel meer ontworpen, maar niet alles is gebouwd. Dus een enorm aantal. En dat was geen catalogus. Ik ga er zo iets verder over in. Ze zijn toch allemaal verschillend. En dat maakt het werk, vind ik zelf ook wel heel fascinerend. Hij deed dat natuurlijk niet alleen. Hè. Hij was heel slim. Hij was een hele slimme zakenman ook. Er werd wel aangegeven, hij balanceerde vaak op de rand van het faillissement. Maar wist daar toch altijd wel weer een oplossing voor te vinden. En wat natuurlijk een hele slimme was... om een eigen school te beginnen en zijn leerlingen, hè, gewoon als tekenaars in te zetten. Zij betaalden om voor hem de projecten uit te mogen tekenen. Maar ik wil toch even terug naar die huizen. Dat zijn inderdaad, zoals gezegd, is laboratoria, waar die eindeloos aan doorknutselt en uitbreiden. En in die zin vind ik ze helemaal niet karakteristiek voor zijn werk. Tuurlijk, je vindt er heel veel elementen in terug die in die 700 andere huizen terugvindt. Maar wat voor mij eigenlijk de kenmerk is van zijn huizen, is juist eigenlijk de, zeg maar, de helderheid, de sterke structuur, vaak ook de compactheid. Dat is voor mij eigenlijk ook de kracht van de huizen. En dat vind je juist eigenlijk helemaal niet terug in zijn eigen huizen. Misschien vind je dat nog het meest terug in de huizen die we gezien hebben, in zijn eerste huis in Oak Park. Kijk, als je de plattegrond van Oak Park, want die zagen we natuurlijk niet in de film, probeert te tekenen. Ik ga nu even proberen te tekenen. Je zag die voorgevel met die, is heel vaak in beeld geweest, met leuk die erkertjes. En dan zit er hier ook weer een hoop. Dit is eigenlijk de plattegrond. Je komt binnen, hè, zoals gezegd wordt, in een hal waarbij je eigenlijk gelijk over de trap struikelt. Die zit hier. En dan heb je hier echt in het hart van het huis, en dat is wel bijzonder, hè? Dat is eigenlijk zijn eerste zelfgerealiseerde huis, zit gelijk de essentie van zijn werk, wat denk ik tot in het laatste huis wat hij gebouwd heeft nog steeds aanwezig is. Dat de haard echt het middelpunt, het ruimtelijk middelpunt van het huis is. En dus hier zit eigenlijk de haard, is dit de vuurplaats met die twee bankjes en is dit de woonkamer. Wat ook heel kenmerkend is, wat je in elk huis ziet, hè, is er zijn eigenlijk die ingebouwde banken. Hierachter zit dan de eetkamer. Hier zat de bijkeuken, de dienkeuken en hier zat de echte keuken. Nou, dit is ongeveer de plattegrond. Maar wat belangrijk is natuurlijk hier, die haard die in het midden zit. Vinden we eigenlijk in alle huizen terug. Is dat nou, wordt een beetje gesuggereerd natuurlijk, hè, dat deze opzet waarbij die verschillende woonruimtes, de hal, de zitkamer en de eetkamer open met elkaar verbonden zijn, is dat nou een vinding van Wright, het openbreken van de plattegrond? Nee, dat is echt iets te veel gezegd in de film. Een bijzonder gedefinieerde plek, dat zien we in die tijd al eerder, met name in Engeland. Misschien zegt de arts en craftsbeweging iets die zo in de jaren 70 in Engeland begint. Met die arts en craftsbeweging eigenlijk dat idee zich gaan ontwikkelen van het openen van het huis. Het inderdaad het zich bevrijden uit dat wat er werd gezien als het Victoriaanse corset van al die ruimtes die afzonderlijk gedefinieerd waren en aan de gang lagen. Nee, de ruimtes open met elkaar verbinden.
Wat natuurlijk wel heel traditioneel is, hè, in dat ook parkhuis, dan probeer ik hem nog even onder te zetten als herinnering, is hoe het eruit ziet. Wat al wel meer kenmerkend is, is dat dat dak eigenlijk zo ver oversteekt. Hè. Het is gewoon nog een steil dak met die shingles en dan zit hier dat grote raam. Met dat boogje op, wat het weer eigenlijk heel klassicistisch nog maakt. Dat is een Palladian window, een Palladiaanse raam. Dus hè, hier zit toch wel heel veel in van de bron van zijn werk. Dit heeft hij uitgebouwd tot het idee van dat prairiehuis. En wat is nou dat prairiehuis? In de film wordt gezegd dat dat Taliesin, dat eerste Taliesin in Wisconsin, eigenlijk een soort nieuwe stap is. Maar eigenlijk zie ik dat niet zo. Ik vind eigenlijk dat Taliesin is eigenlijk een soort culminatie, het eindpunt van dat idee van dat prairiehuis. Omdat je eigenlijk alle formele en ruimtelijke kenmerken van dat prairiehuis terugvindt in Taliesin. Het meest bekende prairiehuis, dat is het Robie House. Dat is ook in Chicago. Dan heb je eigenlijk een hele langgerekte ruimte. Typisch voor die prairie-stijl is dat de hoeken eigenlijk altijd een beetje, nou, heel zeg maar bewerkt worden. Oeps. En het ligt op de belangrijkste laag van het Robbiehuis, is niet te begaan nog op onze eerste verdieping. Dit is eigenlijk de hoofdruimte, er zit nog een soort dienstvleugeltje achter. Je komt boven een trap die midden in het huis ligt. Kom je zo boven en hier weer een haard midden in het huis. En die haard die vormt eigenlijk het enige ruimtelijke, zeg maar ruimteverdelende element is dat nog in het huis. En dan is dit de zitkamer, even banken, en dit is de eetkamer. Wat wel echt, zou ik kunnen zeggen, revolutionair is, is toch dat Wright wel een hele nieuwe taal, architectonische beeldtaal ontwikkelde, waar alsmaar het horizontale benadrukt wordt, zeg maar, met een heel lage tuinmuur. Dan heb je een eerste verdieping die heel laag is, met een strook ramen. Dan heb je de bovenverdieping, met een eindeloos doorgaande borstwering, daar weer ramen, strook ramen op. En dan een ver overstekend dak, hè, met een hele flauwe dakhelling. Dan zit hier ergens nog een keer een borstwering op, heel horizontaal, horizontale ramen. En dat was natuurlijk een enorme, zeg maar, ja, stap ten opzichte van de traditionele architectuur van het huis, van gewoon vlakken met gaten erin. Dat verdwijnt helemaal. Het worden allemaal banden die op elkaar staan. Wright ging naar Europa. Hij heeft een aantal tekenaars gezocht en is toen al het werk wat hij op dat moment had ontworpen opnieuw gaan tekenen. En dat heeft hij gebundeld in de beroemde Wasmoed Portfolio. Die is uitgegeven zo rond 1912-13 in Duitsland. En dat heeft een ongelooflijke impact gehad juist op de Europese architectuur. Ook in Nederland, hè, Berlage, Duiker, Dudok. Het heeft een enorme impact gehad, zeg, in de Nederlandse architectuur van de jaren 20 en 30. Van Dudok, Duiker. Had nooit zo kunnen ontstaan als zij niet allemaal dat boek van Wright of die verzameling prenten hadden gezien. Maar in de jaren 20 heeft Wright ook een tijd eigenlijk gewerkt aan in Californië en daar een aantal huizen gebouwd. Dat is eigenlijk een beetje een minder bekende periode, maar zeker voor alle psychologen die over zijn werk schrijven, dat zijn er ook heel veel, is dat een hele belangrijke. En ik wilde ook toch even de aandacht op vestigen, want ik denk dat heeft ook nog wel een element geïntroduceerd in zijn werk wat uiteindelijk, hè, in de culminatie daarvan in de jaren 30 ook een rol speelt. In Los Angeles een aantal huizen gebouwd, maar die zijn, zeg maar, eigenlijk veel minder open. Die zijn veel meer afwerender en die zoeken heel erg de beschutting. Terwijl die prairiehuizen, zou je kunnen zeggen, hoewel je altijd beschut zit inderdaad onder die overkragende daken, heb je eigenlijk altijd een panoramisch uitzicht en zijn de ruimtes veel opener. Maar daar in Californië, en het was natuurlijk altijd al Wright's gedachte, hè, dat je altijd moest aansluiten op plaatselijke klimaat, et cetera. Daar ging hij later nog veel verder in. Dat hebben we natuurlijk ook in Taliesin 2 in Phoenix gezien. Hè, om aan te sluiten op dat woestijnklimaat.
vond hij daar eigenlijk in de heuvels van Hollywood, sloeg zijn fantasie natuurlijk ook op hol en ging hij huizen bouwen die eigenlijk nog het beste karakteriseren zijn als een soort Maya-tempelruïnes. En die hebben toch eigenlijk een soort plattegrond met elkaar gemeen die, je zou kunnen zeggen, wat anders is. Ze hebben eigenlijk altijd een grote woonruimte die vaak hoog is, hè, minstens zo hoog als de ruimte waarin wij hier staan, die eigenlijk aan drie zijden gesloten is en nog zich maar naar één kant opent. Natuurlijk naar het uitzicht, hè, want veel van die huizen staan op een helling. Hè, in Hollywood aan de noordrand van Los Angeles hebben we natuurlijk al die heuvels. En eigenlijk vaak veel formeler nog dan in die prairiehuizen, met in het midden een grote haard aan de achterwand. Hè, dus je zit hier bij de achterwand, je kijkt hier en hier is het huis helemaal dicht. En dan zitten bij de meeste huizen zitten hier natuurlijk nog allerlei andere functies zo. Je komt ergens binnen, meestal op een ander niveau dan de woonkamer zelf. En via een aantal, hè, dit is geschematiseerd, maar via een aantal draaien en knikken en trapjes kom je dan uiteindelijk in die ruimte en dan kijk je weer naar buiten. En wat dus eigenlijk heel belangrijk bij zo'n huis is, is de doorsnede. En dat, hè, ze staan meestal op heuvels. Dus zeg even, dit is de helling. Er staat hier het huis. En dan is dit die woonkamer, vaak nog wel met een terras zo, dat je ook naar buiten kunt kijken. En dit is dus dicht. Dus je kijkt één kant uit en je zit hier bij de haard. Nou, hoe zien die huizen eruit? Nou ja, inderdaad, vaak als een soort Maya-tempels. Soms zelfs van die scheve wanden. Op grote terrassen staat dat dan op die heuvels met de grote opening. Eind jaren 20 is de grote de beurs kreeg eerst. Ik ben even kwijt wanneer het was. Dat weet vast wel iemand hier wanneer. Dat was in 1929. Nou, de grote depressie. Toen was er inderdaad eigenlijk geen werk meer voor Wright. En heeft hij eigenlijk jaren amper gebouwd. Daar kwam een kentering in zo in de tweede helft van de jaren 30. En dat waren er eigenlijk twee. Dat was enerzijds de opdracht voor Falling Water van de familie Kaufman. Oh, nee. En toen zij een vakantiehuis wilden hebben, een buitenhuis, in de buurt van Pittsburgh, hebben zij hem gevraagd om Falling Water te maken. Tegelijkertijd was Wright, die nou, niet veel bouwde, heel erg bezig op dat moment meer met visionaire plannen. En was heel erg bezig, hè, en dat blijkt ook al uit die eerdere projecten, om een soort essentie van Amerika, van het Amerikaanse landschap, hè, maar ook van het Amerikaanse leven te vatten in zijn werk. En voor hem was dat ideaal van het Amerikaanse leven, was in ieder geval een anti-stedelijk ideaal eigenlijk. Hij zocht heel erg naar, hè, voor hem was Amerika het land van het wonen vrij in de ruimte, in het landschap. Je zou kunnen zeggen van de eindeloze suburb. Hij ontwikkelde daar stedenbouwkundige modellen, ook voor Broad Acre City is eigenlijk de noemer waaronder die dat vatte. Maar hij ging ook op zoek naar modellen om heel goedkoop huizen te kunnen bouwen. Ook huizen die eigenlijk door de bewoners zelf voor een groot deel zelf gerealiseerd konden worden. En hij had zelf eigenlijk een woord bedacht, Usonia, hè, waar je USA in kan vinden, maar ook Utopia, maar eigenlijk Usonia als ja, een soort nieuwe naam voor Amerika, wat eigenlijk het ideale Amerika moest gaan verbeelden. Zo hij ontwikkelde het idee van het Usonian huis. Zoals hij eerder al ooit eens die map met tekeningen had gemaakt, maakte die boeken over het Usonian house. Het werd ook gepubliceerd, zeg maar, in de Amerikaanse equivalenten van de Libelle en de Margriet. En allerlei tijdschriften, nee, echt om iedereen te interesseren, te laten zien dat hij oplossingen had voor dat vraagstuk van de woning. En ik denk eigenlijk dat die Usonian huizen misschien wel het hoogtepunt in zijn architectuur, in zijn werk zijn. En ik wil er u één laten zien. Dat is het Rosenbaum House uit 1939. Eigenlijk een huis wat heel, het is een heel oud plaatje, dat heb ik uit een boek gehaald. The Natural House van Wright gaat over het Usonian House. Maar je ziet eigenlijk al wel heel erg kenmerken. Hè? Je ziet wel misschien een beetje die prairie-stijl terug in de zin van het heel erg benadrukken van
de horizontale lijn. Het zijn in principe altijd huizen in één laag. Maar soms, door de situatie of het programma gegeven, worden het ook huizen in twee lagen. En wat natuurlijk opvalt is ook dit huis, vanaf de straat gezien, is het volledig dicht. De huizen openen zich alleen naar de tuin. Dus je zit weer helemaal beschermd naar de buitenwereld. Hè. Dus mensen die van de straat komen kunnen jou nooit zien. Want jij zit achter die beschermende muur. Ook een oude foto van dat huis. En de goede bemerker zal zien dat de foto een spiegelbeeld is. Maar ja, ik heb hem zo uit het boek gehaald. En u ziet aan deze kant is het huis helemaal open. U ziet ook dat het huis helemaal van hout gemaakt is. Hoe zitten die huizen in elkaar? Ze volgen eigenlijk ook een vast schema waarin uiteindelijk, hè, want er zijn wel een paar honderd van dit soort huizen gemaakt, Wright eindeloos op bleef variëren. Maar het basisschema van het Usonian huis zit eigenlijk zo in elkaar. Natuurlijk is dat een haard. Het is eigenlijk één gemetseld onderdeel in het huis. Een rechthoekig volume. Er zit aan één kant zit een haard. Daarachter zit de keuken. En daarachter weer zit de badkamer. Eigenlijk alles wat nodig is voor de persoonlijke hygiëne, het intieme, zit in dat gemetselde gebouwtje. De haard zit daar ook in en daaromheen is het huis helemaal in hout gebouwd. Het is ook constructief handig dat je een gemetselde, stevig midden hebt en daaromheen in hout maak je de rest van het huis. En een pui, eigenlijk als de woonkamer, een vleugel met de slaapkamers, waarbij je eigenlijk twee deuren hebt. Je kan zeggen, ik heb een achterdeur en dit was de voordeur. Heel Amerikaans, je hebt geen halletje. Het zijn hele eenvoudige huizen, je komt gelijk binnen. Dan zit vaak hier een grote bank en je kijkt natuurlijk uit over je tuin en dit is dicht. Hier is de keuken, je kan hier de keuken in. Dan in deze hoek is eigenlijk altijd een eetplek. Dat is ook vast een bank die onderdeel is van het huis, van de gevel, met een tafel. En dan zitten hier de slaapkamers. Dit is de meest eenvoudige opzet voor zo'n Usonian huis. Die heeft hij voor het eerst in 1936 gemaakt. Dat was het Jacobs huis in Madison, Wisconsin, niet ver van Taliesin. Maar mensen die hem benaderd hadden, die dus een huis wilden kopen, die niet meer hadden dan $5,000. En dat was voor Wright, heeft toen inderdaad die uitdaging aangenomen en zegt: oké, voor $5,000 maak ik jullie huis. Voor een fee van 10% of van $500. Dus dat waren de bedragen in die tijd. Dat huis trok heel veel aandacht. Dat is ook nog wel een aardig verhaal. Dus op een gegeven moment ging die familie Jacobs, die kregen zoveel mensen aan de deur. Want Wright stuurde ook iedereen erheen. Je moet daar gaan kijken wat ik kan. Dus ze vroegen iedereen voor $1 of 50 cent. En toen hadden ze binnen een paar jaar in ieder geval het architectenhonorarium terugverdiend. Met het bureau, met zijn medewerkers, hè, zijn betalende medewerkers. Daaraan gaan werken en hebben ze heel veel van dit soort huizen getekend en uitgewerkt. En dit is een heel mooi voorbeeld in Alabama, Florence, het Rosenbaum House. Net zoals hier links natuurlijk de vleugel met de woonkamer die helemaal beglaasd is. Iets meer gesloten in hout, de slaapkamervleugel. Yeah. En hier de plattegrond. En dan ziet u dat niet helemaal gefantaseerd. Dan heb je hier dat gemetselde blok met de haard, een garderobe en de keuken. En hier de badkamer, die is apart gehouden. Dus je hebt hier twee gemetselde blokjes. Dan heb je hier die grote woonkamer met een gesloten wand naar de straat. En hier kijk je de tuin in. Maar het huis is uitgebreid, want je kon natuurlijk naar twee kanten uitbreiden. Dat was natuurlijk de idee ook van het concept, van het ontwerp. Dat vanuit die kern kon je het alsmaar uitbreiden. Dus dit is uitgebreid met een extra wand en haard met een studeerkamer. En u ziet daarboven drie slaapkamers. En heel simpel om te bouwen. Dus dat was natuurlijk ook, hè, waar Wright zich op beriep, waarom het zo goedkoop te maken was. Toch bleek dat uiteindelijk wel afhankelijk van de grond gesteld. En dan zei je hoeft alleen maar een dunne betonnen vloer te storten en dan ben je klaar. Maar goed, dan moet je wel natuurlijk de goede grond daaronder hebben. Dus dat ging ook nog wel eens mis. Maar het was eigenlijk gewoon een betonnen slab op grondslag, op zand. Daar zat vloerverwarming in. Wright was hierin ook weer heel innovatief. Hij was een van de eerste die eigenlijk standaard met vloerverwarming werkte. Je maakte die slab.
Die slab die had een grid, u zag dat ook op die plattegrond eigenlijk. Wat je erin sneed, dat waren gelijke dilataties. Want het hele huis, het idee van het Usonian-huis was gebaseerd op een heel uitgekiend maatsysteem. En dat maatsysteem dat was weer gebaseerd gewoon op standaard houtmaten. Dus het idee was ook dat je alle planken en houten latten die je nodig had voor het huis gewoon bij de plaatselijke bouwmarkt, hè, bij de Gamma, kon halen. Daar was het helemaal op uitgezocht. Heel slim. Je ziet daar, hè, daar wordt al gemetseld aan het gemetselde midden van het huis. Ja, dan wordt verder gewoon met latjes dat hele huis in elkaar gezet. Het is misschien wat technisch, maar dit is een detail. Hoe ziet dan een gevel, een wand van dat huis eruit? Het is heel simpel. Je hebt houten latjes, messing en groef. Standaardmaat in drie lagen. Hè, in twee richtingen tegen elkaar getimmerd. En dat is een wand. En het zit alleen vast aan die betonnen vloer met een zinken stripje. Toch. En was het ook wel heel virtuoos, want we kennen natuurlijk allemaal Falling Water met die overstekker, maar dit is nog veel groter. Gewoon in houten latten, dit was de carport. Die is trouwens net als Falling Water, is dat op een gegeven moment volledig opnieuw herbouwd moeten worden, omdat het toch wel begon te zakken in de loop der tijd. Ja, hier nog een beeld weer vanuit de tuin. Het interieur, hè, u ziet de haard, je komt dus hier binnen. Die achterwand heeft wel licht helemaal van bovenaf, hè, zodat er toch van twee kanten licht in komt. En wat je ook goed kan zien is dat heel veel interieuronderdelen een vast onderdeel van het huis zijn, zoals die boekenplanken. En in veel Usonian-huizen zijn ook de banken, zeg maar, onderdeel van de gevel. Als de andere kant op gekeken, en dan kijk je dus even door daar rechts naar achteren naar dat studeerkamertje. Je ziet, het groot is het niet. Het dak. Zitten vaak hoogteverschillen in sprongetjes, zodat er ook midden vanuit het plafond nog net wat daglicht naar beneden kan komen. En dit is een mooi voorbeeld van de slaapkamer, inderdaad, hè, hoe ook het bed zelf, hè, de bedbodem, zo'n kaptafel, alles is eigenlijk onderdeel van het huis. Hè. Je kan het er niet uithalen. En dat heeft u natuurlijk in de huizen die in de film te zien waren ook steeds gezien. Hè, dat het meubilair door hem zoveel mogelijk eigenlijk als vast onderdeel van het huis werd uitgevoerd. En dat je alleen maar een paar, natuurlijk wel het liefst door Wright zelf ontworpen stoelen nodig had. Ja. Deze bewoners die waren niet zo, dat was al duidelijk door die losse bank, niet zo heel erg zeg maar gelovig. Hè. Die hebben zelfs een IEM-stoeltje in hun huis gezet. Dat zal hij niet gewaardeerd hebben. Er zijn echt heel veel brieven bekend waarin die bewoners, want hij had de neiging om als hij in de buurt was gewoon onaangekondigd even te komen kijken. En dan kon je, als het hem niet beviel, een pittige brief verwachten. En ja, misschien als laatste voorbeeld. Wat ik wel, en dat neem ik heel serieus. Hoe hij bleef variëren eigenlijk op de thema's die in elk werk terugkomen. En toch steeds ook weer oplossingen zocht. Ook de vragen die de opdrachtgever stelde uiteindelijk altijd wel serieus nam. Dat moet zeker ook gezegd worden. Dat is namelijk het tweede Jacobshuis, wat ik als tweede en laatste voorbeeld nog wil laten zien uit he, die late periode van de huizen van Wright. Ook weer eigenlijk een heel compact, helder gestructureerd, heel, ja, toch wel heel goed in elkaar gezet ontwerp, hè, waar eigenlijk alles samenhangt. De wijze van maken, de detaillering, het materiaalgebruik. Maar ook zeg maar, het nauwkeurig aansluiten op de fysieke gesteldheid van het gebied. Daar komt nu ook wel eens de plank in misslaan. En daar is dit een aardig voorbeeld van. Ik vertelde u net al dat de familie Jacobs eigenlijk dat eerste Usonian huis had laten maken in Wisconsin. En na 5 jaar daar gewoond te hebben, verkochten ze het. Toen Wright dat hoorde, werd hij natuurlijk heel kwaad. Hij zei, nou, hoe bestaat dat nou? Ik heb voor jullie zo'n prachtig huis gebouwd. Zo mijn best voor gedaan en gaan jullie het verkopen? Nou ja, zij wilden de stad uit Madison.
is de hoofdstad van Wisconsin. En op het platteland geworden en had daar een oude boerderij gekocht. Maar om Wright te sussen, zeiden ze van ja, maar als we weer genoeg geld gespaard hebben, dan willen we dat jij weer een nieuw huis voor ons bouwt, maar niet op het platteland. Dat hebben ze inderdaad gevraagd na een paar jaar. En toen maakte Wright een ontwerp waar de Jacobs eigenlijk helemaal geen heil in zagen. Ze hebben dat toen op hele diplomatieke wijze, die briefwisseling is natuurlijk ook nog laten weten. Wright had eigenlijk een vrij monumentaal huis ontworpen, wel gebaseerd op het idee van het Usonian. Maar omdat ze platteland waren wonen, had hij er ook een hele stal bij ontworpen. En hij had eigenlijk als hart van het huis weer een woonruimte ontworpen. Maar die was heel hoog. En omdat het huis... En hij had het heel erg geopend ook met glas naar verschillende kanten. En de Jacobs die zei van nou, het is ons veel te monumentaal en het lijkt ons helemaal niet praktisch. En het is vooral eigenlijk helemaal niet geschikt voor het klimaat, want die plek waar wij wonen, waar we het willen bouwen, is heel onbeschut. En de winters zijn heel erg koud door de wind die uit het noorden komt. Nou, we hebben net ook in de film gezien dat Wright daar natuurlijk zelf ook last van had, van die koude winters in Wisconsin. En daarom dat winterverblijf in Phoenix, Arizona bouwde. Dus hij heeft dat commentaar ter harte genomen. En dan hebben we het inmiddels over 1940-41 en dat was de tijd dat Wright ook al bezig was met de eerste schetsen voor het Guggenheim. En daardoor, kijk, dit is allemaal heel rechthoekig, maar op een gegeven moment werd dat hem te simpel en ging hij allemaal zeshoekige, honingraadachtige rasters verzinnen om dat huis op te bouwen. En dit huis is eigenlijk het eerste voorbeeld van een huis waar de ronde vormen voorop staan. Wat natuurlijk in het Guggenheim... ook alles rond. U ziet hier het huis net na de bouw. Ik laat u zo de plattegrond zien. Het heeft eigenlijk een halve cirkelvorm. Het is dus een compleet ander ontwerp dat hij eerst had gestuurd. Maar dit ontwerp dat ging helemaal in op die specifieke situatie. Die foto boven is uit het noorden genomen. Zij maakt eigenlijk een halfronde vorm. Die zich opent naar het zuiden met die hoge puien. Daar ligt eigenlijk verzonken een patio, een tuin. En door dat verzonken te leggen en beschut door het huis wat aan de noordzijde ligt, ontstaat er eigenlijk een heel vriendelijk, veel warmer microklimaat. Terwijl de koude wind die uit het noorden komt, eigenlijk werd afgeleid door dit taluut van aarde, wat hij tegen het huis opwierp. Hè, waardoor het idee was dat de koude lucht zo niet op het huis zou vallen, maar afgeleid zou worden. En we zien hier natuurlijk ook weer eigenlijk die kenmerkende doorsneden van de gesloten achterkant. Een betonnen vloer met vloerverwarming en het openen naar de tuin. En in dit geval dus heel expliciet naar het zuiden, naar het plattegrond. Dan zien we heel mooi al die ronde vormen. Hè. Dus dit huis is in twee lagen om het heel compact te maken. Hè, omdat dat eerste huis, dat was in één laag wat hij voor ze ontworpen had. Wat ze niet zagen zitten, was heel uitgestrekt. En hij zei van nee, oké, als die energie zo belangrijk is, dan moet je een compact huis bouwen. Hij maakt het in twee lagen. Dit is de begane grond. Wel weer zo'n kern met de badkamer daarin. Een haard uiteraard, hè, die daar onderdeel van vormt. Heel aardig hoe hij dat met al die cirkels aan elkaar zet. Een soort tunneltje waardoor je vanaf buiten door die taluut heen bij het huis komt. De voordeur die gaat gelijk weer hup, gewoon de woonruimte in. Een vijver die deels binnen en buiten is, om te zorgen dat zomers en winters, zeg maar, je ook door dat wel of niet te vullen met water wat aan de luchtvochtigheid in het interieur kan doen. En dan hangt er als het ware in die ruimte een tussenverdieping, dat ziet u daarboven. Die hangt erin, net zoals in dat eerste, dat atelier wat we zagen in zijn eerste huis in Oak Park. Met de slaapkamers en in die ronde kern zit dan ook boven weer een badkamer. En eigenlijk is het natuurlijk een prachtig voorbeeld. We hebben ons, tegenwoordig hebben we het alleen nog maar over duurzaamheid. Maar als je het nou hebt hoe je met simpele middelen, eigenlijk ontwerpmiddelen, niet met bijzondere technologie, maar met echt het ruimtelijk ontwerp en het gebruik van materialen, eigenlijk een duurzaam huis kan maken wat reageert op de locatie,
probeert het energieverbruik zoveel mogelijk te verminderen, probeert de zonne-energie op een passieve wijze zoveel mogelijk te gebruiken. We hebben natuurlijk hier een prachtig voorbeeld eigenlijk van een duurzaam huis avant la lettre. Ook hier de idee om het goedkoop te houden, dat de bewoners zelf ook mee konden bouwen. Dus die ruwe natuurstenen wanden aan de achterkant, die werden ook door Jacobs met wat vrienden zelf in elkaar gezet. Het was stenen die ze een paar honderd meter verderop zelf konden vinden en uit de grond konden halen. In die zin ook heel duurzaam natuurlijk, hè, dat je niet al vrachtwagens met transport hebt, maar je vindt gewoon je materiaal ter plekke. Een beetje moeilijk zichtbaar in die tekening daarboven door de projectie, maar daar hebben we een beetje weergegeven. Ja, al die verschillende duurzaamheidsprincipes die nu zo actueel zijn. Dus het rekening houden met de zon. De grote overstekende dak boven die pui op het zuiden zorgt dat in de zomer de zon niet je huis in komt en 's winters juist wel. De natuurlijke ventilatie is heel uitgekiend in het huis. Mee ontworpen. Nou, natuurlijk de vuurplaats als verwarming, de vloerverwarming waarmee je het ook op een simpele manier eigenlijk ook zomers weer kunt koelen door er juist koude water uit de bodem doorheen te voeren. Het vijvertje binnen en buiten wat iets doet met de luchtvochtigheid. Heel uitgekiend en tegelijkertijd heel simpel. En daarmee voor mij vind ik eigenlijk een prachtig en nog steeds inspirerend voorbeeld van de inventiviteit die toch wel, denk ik, uiteindelijk het belangrijkste kenmerk is van de huizen van Wright, in ieder geval van de beste huizen die hij ontworpen heeft. Hè. En tegelijkertijd ook heel letterlijk huiselijk. Hè. En ik vind dat altijd heel moeilijk, op foto's zie je het eigenlijk niet. Je moet die huizen, daar sluit ik bij af, uiteindelijk toch wel echt zien om die kwaliteit van die ruimtes en die materialen te voelen. Ik ben hem zelf pas gaan waarderen toen ik de kans had om een aantal van die huizen te zien. Alleen van foto's en tekeningen haal je het eigenlijk niet. En dat is natuurlijk een treurige constatering na het kijken van die film. En die film is prachtig, je ziet wel hoe bijzonder het is. Maar je moet het, en dat is misschien ook wel de kracht van het werk. Je moet er ook echt in zitten om te bemerken hoe fantastisch het is. En daar sluit ik mee af.